en welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ben ik weer bij jullie terug met een nieuwe Goodie Box unboxing. Voor de mensen die Goodie Box niet kennen, Goodie Box is een maandelijks beauty abonnement waarbij je elke maand een beauty box krijgt met minimaal 5 producten ter waarde van minimaal 65 euro voor slechts 20 euro in de maand. Als je al bent geabonneerd op de box en hem al binnen hebt, dan kun je vandaag samen met mij unboxen. Als je graag zou willen abonneren, dan staat er beneden in de beschrijving een linkje. Elke maand ontvang ik de box en unbox ik hem hier op mijn kanaal. En alle producten die ik gelijk kan gebruiken, gebruik ik ook gelijk. Want dan kunnen we met z'n allen kijken wat we van alle producten vinden en of ze echt goed zijn of niet. Ik vind dit soort boxen echt altijd super leuk. Want het is gewoon elke maand een soort van verrassing voor jezelf. Een cadeautje voor jezelf. En je maakt ook echt winst. Want je betaalt slechts 20 euro in de maand. En de producten die je krijgt zijn veel meer waard. Dus ik vind het altijd echt helemaal toppie. En als er een keer iets in zit wat jij niet echt kunt of wilt gebruiken, je kunt het dan altijd aan iemand anders geven en iemand anders er blij mee maken. Dus dit soort boxen, ik vind het echt altijd helemaal toppie. Dus we gaan hem gewoon vandaag unboxen en zien wat we ervan vinden. Vind je het nu al leuk? Vergeet niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met de video. Oké, dit is dan de box van de maand december. Helemaal zo rood en met van die kerstsieringen erop. Want het is december, dus een feestmaand. Dus ik vind het leuk dat ze dat ook erin hebben gebracht. En als je hem openmaakt, is dit wat je ziet. We hebben weer een handig boekje. In dit boekje staat altijd allemaal informatie over alle producten. Wat je krijgt, wat het is, hoe je het kunt gebruiken. De prijzen en dat soort dingen. We krijgen weer precies 5 producten. Dus let's do this. Ik ben er weer super enthousiast over. Ik heb hem gisteren binnengekregen en ik dacht, ik ga gewoon vandaag gelijk de video maken. Het eerste product is iets wat ik niet gelijk kan gebruiken. Dat is een haarmasker. Van Hairlust heb ik de Hair Growth and Protection Mask. Winkelwaarde is €26,95 voor 200 ml. Dit is dus een haarmasker. De full size is 200 ml. Wij krijgen 50 ml. Dus 1/4 daarvan. Maar alsnog wel gewoon een goede hoeveelheid. Ik zie ook staan dat het vegan is. Dat is ook top. En er staat dat dit masker ideaal is voor droog en beschadigd haar dat niet langer lijkt te groeien. Het bevat veganistische micro-eiwitten, effectieve biologische plantenextracten van bijvoorbeeld aloe vera, acai en havermout extract. Breng het aan na het wassen. Laat het een kwartier inwerken en spoel het daarna eruit. En je moet hem 1 tot 2 keer per week gebruiken. Dus dit is een masker die geschikt is voor mensen met heel droog en beschadigd haar. Dat heb ik. Mijn haar is best wel droog en beschadigd door al het gestel. Dus dit is wel een masker die ik zou gebruiken, denk ik. Maar ja, obvious kan ik hem niet nu gelijk gebruiken. Dus als je hem al hebt gebruikt, laat ons even weten beneden in de reacties wat je ervan vindt. Ik heb hier een pluk die heel tijd naar voren gaat. Dat is zo irritant. Blijf eens gewoon naar achteren. Het volgende product is een gezichtscleanser. Van het merk The Cure heb ik de Glow Glow Cleanser. Winkelwaarde is €55 voor 100 ml. En je kunt dit product gebruiken om de make-up van je gezicht af te halen. Ik heb nou geen make-up op, dus ik kan hem niet gebruiken. Maar er staat hier dat het helpt om make-up en onzuiverheden op je huid te verwijderen en je poriën te ontstoppen en celvernieuwing te stimuleren. Oké, dus dit is gewoon een make-up remover. Als je gewoon make-up hebt, pak een beetje water en dit product en smeer het in op je gezicht en dan kun je je make-up ermee afhalen. Hier ben ik wel blij mee, want dit soort producten heb ik altijd heel veel en moet ik gewoon heel vaak hebben, want ik maak me echt bijna elke dag op, dus elke dag moet de make-up er ook weer vanaf. Dus hier ben ik wel heel erg benieuwd naar, maar ook dit is een product die ik niet kan gebruiken. De andere 3 producten kan ik wel gelijk gebruiken en we gaan verder met de gezichtsserum. Van Yorgo B heb ik de Niacinamide Serum. Winkelwaarde is €23,90. Mensen, ik had net de hele tijd het verkeerde product in mijn hand. De gezichtscleanser is dit product, niet deze. Dit is de serum. Oké, dan heb ik dus hier de serum. Deze had ik net vast, maar dit is dus het gezichtsserum. Deze is full size. Er staat op dat dit serum is ontwikkeld om de natuurlijke huidbalans te herstellen. Het egaliseert je tint, maakt je huidstructuur glad en vermindert pigmentvlekken. En het is 100% vegan. Voor het beste resultaat breng je het aan in de ochtend en in de avond op een gereinigde huid onder je dag- of nachtcreme. Nou, ik heb dus echt nou bewust mijn crèmes nog niet opgedaan, omdat ik dus deze wilde gaan aanbrengen. Oké, het is een beetje zo wittig. Het voelt wel dikkig aan. Ik ben gewend van serums dat ze heel dun zijn en een beetje waterig aanvoelen. Maar dit voelt echt gewoon aan
Als een crème of zo. Oké, ik breng hem nou wel gewoon gelijk aan. Maar obvious weet ik niet gelijk wat ik ervan vind. Want dit is echt zo'n product die je echt vaker moet gebruiken. Voordat je echt weet wat het nou echt precies doet. Maar vooralsnog voelt het wel gewoon heel fijn aan. Ik vind het heel fijn aanbrengen. En dan ga ik nou even mijn dagcrème aanbrengen. Ik gebruik deze Clay & Glow Moisturizer. Het volgende product is iets voor de wenkbrauwen. Van Realer heb ik de Definer Brow Pencil. De winkelwaarde is €14,20. Dit is dus een wenkbrauwpotloodje. Daar ben ik heel enthousiast over, want ik gebruik altijd een wenkbrauwpotloodje. Ik gebruik altijd die van NYX Cosmetics. En die lijkt echt heel veel op deze. Die van NYX ziet er echt bijna zo uit, hoor. Kijk, dit is die van NYX die ik normaal gebruik. Dus ze lijken echt super, super veel op elkaar. Dus daar ben ik heel blij mee. En dan heb je hier een spoelie. Dat vind ik altijd belangrijk, want ik moet altijd mijn haartjes een beetje zo omhoog kammen. Dus ik vind het fijn dat er een spoelie zit aan de ene kant. En dan aan de andere kant is het een potloodje. Het is wel een bruine kleur volgens mij. Ik gebruik normaal zwart. Dit is een vrij lichte kleur. Het is een beetje een bruin. Dus het is wel echt super licht. Ik gebruik echt normaal niet zo'n lichte kleur. Want ik heb gewoon echt zwarte wenkbrauwen. Maar ik ga hem gewoon van nou alsnog gebruiken. Dus ik ben in ieder geval blij dat het wel een donkere kleur is. En dan ga ik even gewoon hiermee mijn wenkbrauwen doen. Zoals ik het normaal ook zou doen met mijn NYX potloodje. Ja, kijk, de kleur is echt heel licht. Maar ja. Ik ben benieuwd of dan ook echt iedereen een andere kleur heeft gehad. Of ze echt rekening houden met je haarkleur. Want als iemand heel blond is of zo, dan moet hij ook een lichte kleur hebben. Dus als er mensen zijn die een andere kleur hebben gehad, let me know. Maar daar ga ik in principe wel van uit. Maar ja, mijn haarkleur is zwart. Dus ik had echt wel een donkere kleur willen hebben. Maar oké. Het is ook echt super warm. Het is echt zo'n warme bruine kleur. Het is gewoon echt nog net niet rood. Oh my god. Oké, nou ik heb mijn hele wenkbrauwen gedaan zoals ik ze normaal ook gewoon helemaal doe. Ik vind het echt een fijn potloodje. Hij is echt oprecht fijn. Hij is gewoon even fijn als mijn NYX potloodje die ik normaal gebruik. Alleen de kleur, het is gewoon echt niet mijn ding. Het is te bruin, te licht en ook te warm. Ik hou altijd meer van een aschige kleur, want dat is ook gewoon mijn haarkleur. Dus voor mij is deze kleur helaas niet geschikt, maar het is wel echt een super, super fijn wenkbrauwpotloodje. Het laatste product is een mascara, dus ik ga mij eventjes opmaken en dan kom ik zo weer bij jullie terug. Daar ben ik weer helemaal opgemaakt. Ik zal even snel vertellen wat ik op mijn lippen heb. Ik heb een matte liquid lipstick op van Kylie Cosmetics in de kleur Candy K. En van Makeup Studio een lipgloss. Dit is de Gloss Super Shine in de kleur Crystal nummer 1. Oké, we gaan verder. Het laatste product is dus een mascara. Van Medicine Paris heb ik de 3-in-1 mascara. De winkelwaarde is €21. Dit is dus een full-size product. Weer €21 is niet heel goedkoop voor een mascara. Dus ik hoop dat hij ook wel goed gaat werken. Ik vind de verpakking al wel heel erg mooi. Hij is wel heel licht. Het valt me op dat hij echt heel licht is. Oké, dit is dan hoe hij eruit ziet. Het is wel een klein beetje een aparte applicator. Ik ben benieuwd. Ik ga even mijn wimpers krullen, want ik heb echt super slecht wimpers. Ze zijn echt heel erg kort. Dus ik moet ze echt altijd een beetje krullen. En dan alsnog heeft het niet echt nut. Maar oké. Oké, ik vind de mascara echt best wel fijn. Zoals ik al net zei, ik heb hele slechte wimpers. Dus je kunt niet heel veel zien. Maar ik vind dat hij ze best wel lang heeft gemaakt. Ja, voor mij is dit lang. Voor mijn wimpers is dit lang. Ik vind hem echt best oké. Toen ik er in het begin naar keek, verwachtte ik er niet heel veel van. Hij leek me niet heel goed te werken. Maar op zich, hij doet gewoon echt wat hij moet doen. Ik vind het echt best wel gewoon een fijne mascara. Ik ben er wel blij mee. Ondanks dat ik de mascara fijn vind, ga ik wel alsnog nep wimpers opdoen. Want dat doe ik altijd, want ik heb gewoon slechte wimpers. Dus ik kom weer zo bij jullie terug. Oké, daar ben ik weer met mijn nep wimpers op. Dus ik zie er nou een stuk beter uit. Mijn hele make-up is nou gewoon helemaal klaar. Oké, we hebben dus nou alle 5 producten gehad. Er staat in dit boekje ook erbij hoe duur ze allemaal zijn als je het individueel koopt. En altijd aan het einde van de video ga ik alles bij elkaar optellen om te zien hoeveel winst we hebben gemaakt. Dus hoeveel het wordt als je ze allemaal individueel zou kopen in plaats van €20 zou betalen voor de box. Dus ik ga mijn rekenmachine er weer bij halen. Als iets niet full size is, dan haal ik ook iets af van de prijs.
want anders vind ik het niet eerlijk. Ik ga beginnen met het haarmasker. Die is €26,95, dus oftewel €27. Ik ga het wel afronden, want ik ga niet allemaal precies berekenen. Dus €27 voor 200 ml. Wij krijgen 50 ml, dus 1/4 ervan. Nou, wat is 1/4 van 27? Dan wordt het €6,75. Dan heb ik hier de gezichtscleanser. Die is €55 voor 100 ml. Wij krijgen, even kijken, 20 ml. Dus 1/5. Wat is 1/5 van 55 euro? Dat is €11. Oké, de rest is gewoon full size, dus dat is een stuk makkelijker. De mascara is €21. Het wenkbrauwpotloodje is €14,20. En als laatste het serum, en die is €23,90. In totaal, als je dus alles individueel zou kopen, zou je uitkomen op een bedrag van €76,85. Dus als je die €20 die je hebt betaald voor de box eraf haalt, heb je dus een winst van €56,85. En dat is echt een heleboel. Dus je hebt weer echt heel veel winst en dat is weer top. Nou jongens, dit was dan weer het einde van de video. Dit was de unboxing. Ik hoop dat jullie er allemaal weer van hebben genoten. Ik vond de box weer heel erg leuk. Als je ook wilt abonneren, in de beschrijving beneden staat de linkje. Het is ook gewoon maandelijks opzegbaar. Dus als je er toch niks meer vindt, je kunt je dan gewoon gelijk afmelden. Maar ik raad deze box echt zeker te weten aan. Als je de box al hebt, laat ons ook weer weten wat jij ervan vindt. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog 2 video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!